terug te komen. Van 11 seconden. En dan het peloton nog 3 ronden. Nog 3 ronden. Nog 3 ronden, jongens. Nog 2 ronden, jongens. En voor Deutenloer, 2 laps te gaan. Nog 2 ronden. Dan komen de Tour, 2 laps te go, nog 2 ronden, nog 2 ronden. 2 laps te go, nog 2 ronden, dan komen de Tour. En dan krijgen we hier onze koplopers. Laatste ronde, laatste ronde. Met deze vijand staan we te maken, laatste ronde, jongens. Laatste ronde, jongens, laatste ronde, laatste ronde, laatste ronde. Dat is op 1 minuut, laatste ronde, dernier tour, let's up. Laatste ronde, dernier tour, let's up. En laatste ronde. Aankomst, jongens. Aankomst. Aankomst. In onze B-categorie hebben we de hele nummer 11, Patrick Geldens. Oh, ja. Juffrouw, we gaan... Oh, wacht, wacht, wacht. Oh, niet eraf, niet eraf. We gaan beginnen met de algemene overwinnaar. Hier. Oké. Okay. Ja. Altijd luisteren naar hem is in de micro. Thuis heb ik niks te zeggen, maar hier wel. Ja, dat is goed, hè. Pas op. Fabrice, mee op. Thuis heb ik die micro niet vast, hè. Fabrice. Oh. En dan in onze B-categorie, Patrick Schoutens. Oh, jongens, zit u bij elkaar, dat is dus gemakkelijker. Ja, ja. Patrick. Ja, kijk hoe, hè. Ja, ja. Kom. Ja. Ze hebben ze foto's. De ploegmakers erbij. Ja, Femke is het. Ja. Zet u even hier, voor een foto voor op de site. Ja. Patrick. Hoi. Zo ziet men hem. Patrick, ik sta gewoon wat. Gaan we naar Nellem. Ja, ik heb hem wel. Jongens, proficiat, Dave, proficiat, Patrick, proficiat. Een vloeg met z'n achter. En dan op 3 ronden van het einde. En dan vooruit blijven. En dan een afmaken. Dave. Ja, het was moeilijk, hè, want dat was veel licht door. Lang naar de gang. Niet te veel wind. Iedereen zat er niet met zijn gang. En op een gegeven moment reed ik met 7 weg. En ik zag het gevaar. Ik ben de laatste die er nog bij gekomen is. En dan, hebben we goed opgetraind, we hebben een schone ploegentijd opgetraind, denk ik. Iedereen heeft goed zijn werk gedaan.
En dan gaat we weer op voorsprong, dus dan spurt je. Ja, in de spurt, we laten het allemaal naar rechts trekken en dan brengen we ons langs links. Maar ja, een bocht gaan, als hij binnenkant bocht, dus het zou stom zijn om aan de buitenkant gaan rijden. Ja, dat is ook wel. De veelste overwinning, nee? De tweede, denk ik. De tweede. Patrick? Yes. Eerste. Dacht ik moet even zijn wiel houden of ik ga er volheid voor? Ik ben eerst begonnen. Dus. Ja, ik ben eerst begonnen, dan hebben we nog lang stand buiten. Geef ze een applaus, Dave Rijlands, Patrick Houtens. Wij zeggen nu uiteraard geen vaarwel, maar tot twee keer horen. Morgen zijn we de gasten daar voor de grote prijs. Uiteraard ook, dankjewel aan het gemeentebestuur om... Voor het ook over de cijfers. Doe maar eerst de familie alleen, kom. Ja, doe dat maar uit. Ja. Kijk eens, Fabrice, krijg ik die kogel van jou, zus? Kijk eens, ik zeg oma, Fabrice, kijk eens. Wauw! Allee.